uiteindelijk is het natuurlijk ook heel raar dat er een, dat je hier een Sahara maakt, dat je hier een woestijn plaatst. Dus het is een beeld, raar genoeg, wat past, maar eigenlijk ook een beetje niet. In Apeldoorn is de Sahara verschenen. Voor het stationsplein heeft beeldend kunstenaar Jeannie Vos het project Reizend Zand ontworpen. Het plein is gevormd door een halfronde bebouwing. En daarbinnen zou het aanvankelijk geleidelijk aan de straat omhoog lopen naar het stationsgebouw. Maar er moest nog een tunneltje onder het station doorkomen. Onder het spoor fietsen dagelijks 26.000 mensen. Dat betekende dat het plein eigenlijk het beste maar een holle kom kon zijn. Hebben we die holte, dat betekent ook dat je een hoogteverschil krijgt met het niveau van het station. Dat bijna 4 meter. En daarvoor hebben we een kunstopdracht uitgeschreven. En eigenlijk vanaf het begin wist ik dat het spektakel van die wand moest komen. Die wand vormt toch wel de kern van het plein. En toen we dat van Jeannie Vos zagen, toen dachten we, ja, dit moeten we gewoon gaan maken. Nou, wat ik doe is maar eigenlijk proberen zo goed mogelijk in te leven op een plek. Wat gebeurt er nou? Wat is er te zien? Hoe bewegen mensen zich daar? En in alle stationsgebieden is er eigenlijk een overload aan informatie. Vanaf het begin dacht ik, ik moet een werk maken wat daar niet mee in concurrentie gaat. Dat ik een beeld moest maken wat bijna tegenovergesteld daarvan zou zijn. En op een gegeven moment viel gewoon die puzzel in elkaar. Nou, hier komt de stad, de reiziger, maar en eigenlijk de Veluwe bij elkaar. En zo ben ik op de zandverstuiving uitgekomen. Ik zag het zand ook werkelijk van de ene kant in de kom waaien naar de andere kant. En dan heb je dat beeld. Maar dan moet je het nog wel maken. Eigenlijk in de natuur heb je zoveel verschillende soorten woestijnlandschappen. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder als je daarop gaat letten. Het is echt heel gevarieerd. En ja, Jeannie heeft dus een aantal landschapstypen neergezet en in schets aangeleverd. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. En heb dat zo goed mogelijk geprobeerd neer te zetten. Het heette toen al Reizend Zand. En ze had het idee dat ze met het op laten lichten en weg laten vallen van die lichtjes geleidelijk aan dat zand zou bewegen. Nou, de Veluwe is ook bekend vanwege de zandverstuivingen. Maar zij, door het reizend zand te noemen, door verplaatsend zand, kreeg je natuurlijk ook een verwijzing naar de functie van het station. Op zich is het niet moeilijk om een landschap in 3D te maken. Maar het is wel lastig om een landschap, wat ook naturalistischer uitziet, om het door de tijd heen te animeren. Dus dat het langzaam transformeert in een ander landschap, met een ander beeld, op een organische manier. En daar heb ik heel wat studie aan gericht, om dat voor elkaar te krijgen. Ik wilde bijvoorbeeld ook dat de puntjes zo dat het niet echt een videoscherm wordt. Dus de glazen wand is van geëtste glazen platen, waardoor je een beetje diffuusachtig licht krijgt, dat het zo vloeibaar wordt. Doordat het een 3D-animatie is, heeft het werk ook wel die ruimtelijkheid. Ook als de horizon bijvoorbeeld laag is, heeft het een andere werking op het plein dan wanneer de heuvels hoog zijn. Het is een heel groot plein dit. Het is een hectare groot. En daar komen wel 26.000 fietsers overheen. Maar er zijn ook momenten op de dag dat het even hier rustig en stil is. Vandaar dat het plein meer iets van een landschap heeft dan van een binnenstadsplein. Nu begint de zon door te komen. Het schijnt heel zachtjes over die keitjes. Die keitjes die hebben allemaal een beetje een hobbeltje.
Dat geeft een bepaalde textuur, die roept iets op van grond, van zand. Ook al is het geen zand, zand zou niet praktisch zijn. Maar daar moet het wel naar verwijzen. En zo zijn er meer dingen. We hebben geen banken op dit plein staan om mensen te laten zitten. Er zijn overal objecten waar je op de rand kunt zitten. Grote stenen, er is een plek waar water in de zomer staat. Er is een skatepool waar je op de randen kunt zitten. En als het tussen de middag even heel druk is met mooi weer, dat kan ook in februari zijn, dan zitten daar overal mensen. Als ze het niet zijn, dan heb je gewoon een mooi vormgegeven plein, maar niet lege bankjes die zeggen, het is hier niet zo gezellig. Nee, het functioneert eigenlijk altijd. Ja, ik vind de openbare ruimte een hele leuke plek om te werken. En ik denk ook dat je daar een andere taal te spreken hebt dan wanneer je in een museale context iets doet. Want dan komen mensen speciaal naar het museum of naar de galerie om dat werk te bekijken. En hier hebben 4 van de 5 mensen hebben niets met beeldende kunst. Maar je wil toch dat het ook voor die mensen een betekenis kan hebben. En daar moet je wel van bewust zijn. Of tenminste, ik vind dat een heel spannend veld om mee bezig te zijn. Uit alle richtingen krijgen we hele positieve geluiden terug. Iedereen vindt het wel goed en die vindt het ook heel erg bij Apeldoorn passen. Want dat was natuurlijk iets, als je als landschapsarchitect was, dan probeer je iets te maken dat als mensen daar zijn, dat ze het idee hebben, oh ja, ik ben waar ik ben. Ik ben hier in Apeldoorn. Het is niet mooier dan Apeldoorn, het is niet lelijker, het is niet dynamischer, het is niet saaier. Het past.